Voorzitter, allereerst dank aan de collega's dat wij deze extra regeling kunnen hebben. Ik heb twee verzoeken. Ik zal beginnen bij het eerste verzoek. We hebben net voor de verkiezingen hier een motie aangenomen over het proces rondom de formatie en daarin ook afgesproken dat zodra de informateurs hun verslag opleveren, dat ook alle achterliggende stukken die mee worden gestuurd, wat we toen hebben afgesproken, dat die mee zouden komen. Die heb ik nog niet gezien. Dus de vraag aan de voorzitter of u dat verzoek zou kunnen doorgeleiden naar de informateurs, zodat we die stukken krijgen. Ja. Alleen, er zijn geen informateurs meer. Maar we zullen het doorgeleiden aan het bureau. Bureau kabinetsformatie. Vind ik ook goed. Want, ja, dat lijkt me het meest logisch eigenlijk. Ja, ik zit mij even te bedenken aan wie ik het anders had moeten vragen. Maar. Volgens mij verstaan we elkaar hier. Ik vind, mijn punt is dat die stukken, wat we even voor de goede orde, wat we hier al met elkaar hebben afgesproken, dat die zouden komen, dat die dan ook deskundig. Dat is fijn dat dat wordt doorgeleid. Ja. Dat zou komen met het verslag. Dus dat zou er eigenlijk gisteravond moeten zijn. Dus ik zou ook graag horen vandaag wanneer het bureau denkt dat te kunnen leveren. Dat was het eerste verzoek. Het tweede verzoek gaat over een doorrekening door het CPB van de plannen van het kabinet. Of sorry, van het coalitieakkoord van het aanstaande kabinet. En dat zouden we graag ontvangen. Als het kan, al een eerste doorrekening komende week voor het debat ex ante. En een uitgebreidere doorrekening, daar is echt meer tijd voor nodig voor de regeringsverklaring. Helder. Dat zou betekenen dat wij dus CBS aan het werk moeten CPB. Zetten. Dus de CPB-herstel aan het werk moeten zetten om dit door te rekenen. Dus dat is een ander verzoek. Ik ga even kijken of daar een meerderheid voor bestaat. Want dat is dan eigenlijk de procedure die we even moeten volgen. De heer Heijnen. Ja, dan even dat we het heel goed hebben. Dan is er voor het debat volgende week een ex-ante, zoals we dat noemen. Dat is dan een wat puur budgetair. Ja. En dan komt er later, als de uitwerking van de plannen goed staan, en wat uitgebreider noemen we dan ex-post doorrekening. Want voor die ex-post is echt weken nodig. Dat gaat me niet lukken voor het debat. En ik zou willen voorkomen dat dat dan leidt tot uitstel van het debat. Dus als we dat op die manier elkaar goed verstaan, dan kan ik het steunen. Voorzitter, mag ik hier gelijk even kijken of daar ben ik het mee eens. En wat mij betreft is die deadline, zou ik maar zeggen, voor de regeringsverklaring. Dus de plannen die er nu zijn, als we dat hetzelfde vinden, dan zijn we het eens. Ja. Ja, dus de regeringsverklaring, dus niet het debat van aanstaande woensdag. Nee, exact. Ja. Helder. De heer Paternotte? Steun. De heer Van Baarle? Ja, voorzitter, steun voor de verzoeken van de heer Klaver. En als het gaat om de onderliggende stukken, neem ik aan dat het dan ook gaat om alle stukken, dus alle ambtelijke uitvragen die er zijn gedaan en de antwoorden daarop, ook de lobbybrieven, dus alle stukken die gestuurd zijn. Dat neem ik aan, vraag ik even. Via u, misschien dat het ook doorgeleid moet worden. Ik geleid het gewoon door eigenlijk. Ja, voorzitter, ook op dit punt. Ja. Ik wil namelijk voorkomen dat hier een politieke discussie over ontstaat. We hebben voor de verkiezingen met elkaar afgesproken welke stukken dat zijn. Even uit mijn hoofd, zijn het geaccordeerde gespreksverslagen? Zijn het alle ambtelijke stukken? Dus ook de stukken van het CPB die eerder zijn opgevraagd. Die zouden naar de Kamer worden gestuurd. Het gaat niet over alle gespreksverslagen of alle input die partijen hebben gegeven. Ik ben wel geïnteresseerd hoor, als u ze wil delen mag het. Maar we hebben van tevoren afgesproken wat het moet zijn en daar wil ik het ook toe beperken. Ja. Mevrouw Koekoek. Steun. De heer Holman. Steun. De heer Krul. Steun. Diederik van Dijk. Ja, wat betreft het tweede verzoek, de doorrekening, uitstekend. Inderdaad, dan graag voor het debat over de startnota. Het eerste verzoek, die doorrekening, hoeft ons niet per se, maar als ik al worden toegestuurd, steun. Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Ik moet altijd terugdenken aan de jaren toen de heer Klaver startte. Toen ik ademloos naar hem luisterde als hij het had over zijn pleidooi tegen economisme. En dan op dit soort momenten vragen om cijfers. Maar voorzitter, volstrekt begrijpelijk dit verzoek. En blij met de nuance ten aanzien van de twee onderdelen van de doorrekening. Dus steun. De heer Dijk. Steun. Prima. Zijn meerderheid. We gaan Fijn. Contact Dank. Opnemen. Dank aan de collega's. Dank tot zover de regeling van werkzaamheden. Ik schors voor het diner. 7:10. Ik schors.